Hallo allemaal, welkom bij deze video. Vandaag ga ik jullie een empty house tour geven. Nou ja, empty. Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien is het al lang niet meer empty of leeg, zeg maar. Maar ik heb wel die tour opgenomen en die wil ik jullie graag laten zien nu. Dus het is al even geleden, maar ik zou zeggen, kijk. Nou, dit is waar je binnenkomt. Je hebt meteen hier rechts de trap. En dan gaan we zo richting de woonkamer. En zoals ik zei, is hier nogal een troep. Maar goed, jullie krijgen wel een beetje een indruk. Mooie grote raampartij. En dan hier de keuken. Ja, gewoon alles wat je nodig hebt. Ik moet zeggen dat ik de kastjes echt wel mooi vind. De keuken is ook best wel recentelijk vervangen. Dus daar bof ik mee. Vanaf nu wordt het elektrisch koken. Ik vind het eigenlijk wel fijn vanwege het stroomverbruik. En nou ja, het is een mooie plaat. Hij heeft ook een boostfunctie. Dus ik ben heel benieuwd of al mijn pannen het doen. En de vloer, dat is niet zo heel veel meer. Dat zie je wel kapot. Maar goed, wie weet wat ik in de toekomst ga doen. Misschien een keer een nieuwe vloer. En dan heb je hier de tuin. Ja, dat is natuurlijk nog een ongeschreven blad, zeg maar. En daar kan ik wel leuke dingen mee gaan doen. Dus eigenlijk best leuk. En dan de schutting daar, die heeft wel wat liefde en aandacht nodig. Want zoals jullie zien is dat niet in hele goede conditie meer. Maar dat komt nog wel. Ja, dit is wel een beetje een voorbeeld van hoe het huis er op het moment uitziet. Smerig, smerig. Nou, dan gaan we hier de trap op. Ja, ik moet zeggen dat ik de trap niet zo heel modern meer eruit vind zien. Dus daar gaat in de toekomst wel een mooi verfje overheen. En hier heb je best wel een groot halletje, dus dat is wel fijn. En dan zou ik hier bijvoorbeeld ook wat kasten kunnen neerzetten. Deze bijvoorbeeld. En dan kom je hier in het kleinere kamertje. Nou, die staat op dit moment helemaal vol. Even een lampje aan doen. Ja, dit is gewoon even nu de opslag. Dus dat wordt zoeken naar bepaalde dozen. Hier is deze kamer is iets groter. En deze kamer, daar wil ik dat vinyl zeg maar gaan neerleggen. Komt uit mijn oude huis en dan wil ik hier een konijnenkamer gaan maken. En daar komen Popje en Zilver dan. En de vorige hebben hier een hele mooie muurschildering gemaakt. Nou, en dan lopen we nu zo naar de badkamer. Nou ja, eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt. Dit ga ik wel allemaal verven, want dit dat is gewoon niet mooi en niet mijn smaak. En let vooral niet op de wasmachine. Die laten we zeggen dat die ooit alweer functioneert. Het plafond in de badkamer heeft ook wat liefde en aandacht nodig. Want ja, er zijn hier allemaal schimmelplekken. Dus die moet ik gaan behandelen voordat ik het hier kan gaan witten. Hier hebben we dan de meterkast. Dus dus alleen een toilet beneden. Dus dat wordt even wennen. En dan gaan we hier naar de slaapkamer. Ik zie het valt me nu pas op dat de verwarming groen is. Dat origineel. Het is gewoon ruim genoeg. Ja, dit is dus mijn nieuwe huis. Er moet een hoop aan gebeuren. Maar ik heb daar gewoon alle tijd voor. Dus ik ga nu gewoon eerst alles schoonmaken. En daarna ga ik lekker alles opknappen. Dus ik heb er zin in. En ik hoop zoveel mogelijk met jullie te gaan delen. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dat jullie hebben genoten van het semi-lege huis. Het ziet er niet meer helemaal uit alsof ik net verhuisd ben. Maar dat ga ik jullie ook nog laten zien. Wat ik allemaal al gedaan heb. Dus dat komt in een van de toekomstige video's. Mocht je dit een leuke video vinden. Vergeet niet te liken en te volgen als je dat leuk vindt. En dan zien we elkaar weer de volgende keer. Doei doei!